Geen provincie in Nederland heeft zo'n variatie in natuurgebieden als Gelderland. De hoge, droge Veluwe. Het kleinschalige cultuurlandschap van de Achterhoek. En de ruige uiterwaarden langs onze grote rivieren. In 5 speciale afleveringen van Buitengewoon brengen we de bijzondere natuur van Gelderland in beeld. Vandaag natuur in de stad. Variabele waterwever. Een mannetje. Een bloemetje. Ja, mooi blauw. Ja, dat is een mannetje. Die is helemaal uitgekleurd al. Die is er helemaal klaar voor. Maar ja, die wacht op mooi weer. Oh, kijk. En daar zit ook een vrouwtje. Je ziet het ook meteen, mannetje of vrouwtje. Ja, een mannetje heeft echt dus blauw. Veel blauw eigenlijk. En een vrouwtje is eigenlijk vrij saai. Die heeft ook niet zo'n mooi blauw lantaarntje aan de eind. Zie, dat eind heeft hij zo'n mooi blauw puntje. Ja. Dat heeft mannetje wel, vrouwtje niet. Nou, de mannetje moet de indruk maken op de vrouwtjes, zeker, hè? Ja, die moet goed herkend worden, maar ook door de andere mannetjes, hè? Want ja, kijk, hier gaat er ook een. Hier heb je een... dit is een vrouwtje, zie? Die heeft minder blauw. Oh ja. Oh nee, ik lieg. Het is ook een mannetje. Oh echt? Alleen hij is nog niet zo op kleur, zie? Dat is heel grappig. Je hebt... De mannetjes zijn altijd voor blauw, achter blauw. Mm-hmm. En die vrouwtjes die kunnen soms allerlei kleuren op het borststuk hebben. Van dat bruin dus, maar ook roze en paars en groen en zelfs oranje. En dat zie je alleen in grote populaties. Dus als je er heel veel bij elkaar hebt. En dat heb je alleen maar in hele goede sloten. Sinds kort loopt de Sint-Jansbeek weer open en bloot dwars door Arnhem. En daarmee is de wens van heel veel Arnhemmers in vervulling gegaan. Maar heeft de natuur er ook iets aan? Vandaag gaan we op stadssafari in Arnhem. In het buitengebied heeft de natuur het steeds moeilijker. Maar hoe gaat het eigenlijk in de stad met de vogels, de vlinders en de insecten? Het is net alsof hij er altijd al was, hè? Ja, het is... Als je ziet hoe rijk die begroeid is al met algen, dan zal je zeggen, het ligt er al langer. Ja, ja. Want hoe lang is het nou open? Ik volgens mij pas een halfjaartje. Nou, maar net eigenlijk. Ja, ja. En dit is echt de oude loop vanuit honderden jaren terug. Hier was hij altijd. Hier heeft hij altijd vroeger gelopen, ja. En wanneer is hij dichtgegooid? Hij is volgens mij dichtgegooid eind 1800 al. Want? Ja, gewoon men ging bouwen en het water was ook vies en de watermolens of papierindustrie en zo, dat werd allemaal overbodig. Mm-hmm. Dus toen kwamen de andere prioriteiten. Zit er al wat in ook? Ja, als ik zo... ik heb daar ook al een beetje gekeken, maar er zit al heel veel in, hoor. Oh, daar beweegt iets? Ja, die kleintjes. Ja. Dat zijn duikerwantjes. Ja, die zijn ook gek op die algen hier. Dus, dat is een prima habitat voor die beestjes. Ja. En ik zie wel vlokreefjes hier langs de kant. Waar? Oh, daar, ja. En hoe lang moet dit nou ontwikkelen voordat jullie van het waterschap zeggen, kijk, nou is het een volwassen stadsbeek waar je echt wat aan hebt? Nou, wij vinden nu dat die algenontwikkeling, daar zijn wij natuurlijk helemaal niet blij mee. Nee. Want die algen raken ook los, centraal, gaat voor het roosten zitten en dan raakt het verstopt. Mm-hmm. Bovendien kun je ook zien dat het eigenlijk veel te voedselrijk is nog. Te veel fosfaat, te veel stikstof zit er eigenlijk nog in. Ja. Dus, eigenlijk zou het iets schoner moeten zijn en een andere manier om het op te lossen is het wat harder laten stromen. Je kunt het wat harder laten stromen. Ik heb al voorgesteld om ook wat wortelstukken van bomen in te zetten. Aha. En wat grote stenen erin te zetten zodat er meer turbulentie komt. Door die turbulentie krijg je waarschijnlijk wat minder algen. Ja. Wat krijg je dan uiteindelijk? Dat er ook vissen in gaan zwemmen of dat er... Ja, er zal vooral... In zo'n stromend water, er komt vooral bermpje en stekelbaas, dat komt erin. Stekelbaas kan hier gewoon weer zwemmen? Ja, stekelbaas komt er zeker in. Maar ja. Paling en snoek, dat is wat te veel gevraagd. Nou, een snoekje zou ook wel kunnen. Echt? Maar een snoekje heeft natuurlijk wel heel veel vegetatie in het water nodig. Ja, ja. Ja. Zie ik nou een goudvis? Er zitten nog steeds wat goudvissen in, ja. Hoe kan dat nou? Ja, er zijn toen goudvissen ingegooid, die moest men er weer uithalen. Ja. Maar het schijnt dat er nog steeds mensen zijn die af en toe nog een keer zo'n goudvisje erin gooien. Dat vinden ze gezellig? Ja, ze vinden dat wel leuk, ja. Ja. Dus dit wordt het grootste stadsaquarium van Nederland? Nou, dat zou best eens kunnen dat dat zo blijft, hoor. Ja, dat het zo blijft. Maar ja, als er iets meer stroming in komt,
dan gaan ze ook wel verdwijnen. We spoelen en ook als die goudvissen alle... zo de Rijn in. Ja, die spoelen de Rijn in en dan komt er wel een snoekbaas of een snoek en dan zijn ze weg. Einde goudvis. Einde goudvis. Zullen we een stukje verder? Ja. Oh kijk, daar heb je een tandem. Nou, maar zo'n tandem, hij zegt dus eigenlijk van die is van mij. Ja, die zegt, ja, dat doet hij. En of hij nou nog gaat paren of dat hij dat al gedaan heeft. Hij houdt haar vast in de hoop dat het mooi weer wordt weer. En dan gaan ze samen eitjes leggen. En dat doen ze in de op de waterplanten. Zij gaat erop zitten. Mm-hmm. Met haar achterlijfje kromt ze dan, legt ze eitjes. En hij houdt er bezet. En dat heeft twee voordelen. Eén, hij kijkt uit. Want dan staat hier een staafje bovenop er. Hij kijkt uit in de hoop dat... Dat er niks gebeurt, want als er een kikker aankomt, moet hij waarschuwen. Dat doet hij door gewoon weg te vliegen. Ja. Dus hij voorkomt eigenlijk dat ze met z'n tweeën ten prooi vallen aan andere dieren. Een ander punt is, op het moment dat hij daar bovenop zit, kan er geen ander mannetje bij. En dat betekent dus dat de eitjes die daar gelegd worden, van zijn sperma zijn. Wat sierlijke beestjes ook. Ja, het zijn prachtige dieren. Komt een vrouwtje metselbij uit het gat, draait zich om en gaat nu achterstevoren het gangetje in. En als je goed kijkt, zie je het stuifmeel op haar kont zitten. En dat betekent dat deze gang al in gebruik is. Metselbijen zijn fantastische beesten om te zien hier bij zo'n bijenkast. Ze maken in een gangetje verschillende kamers en in het achterste kamertje gebruikt het vrouwtje metselbij een spermapakketje van de man om daar een vrouwelijk eitje neer te leggen. En in de andere kamertjes die ze daarna bouwt, worden onbevruchte eitjes gelegd en dat worden allemaal mannetjes. En die zijn als het ware een soort schild om te zorgen dat het vrouwtje straks veilig uit kan komen. Want deze metselbijen leven niet alleen bij deze kast. Er zitten ook een parasitaire fruitvlieg of een knotswesp. En wat doen die? Die gaan zodra het vrouwtje de gang verlaat, leggen ze heel snel een eitje om te zorgen dat hun larven straks kunnen leven van die uitkomende metselbijtjes. Ja, de mannen worden opgeofferd, want daar zitten die parasieten in. En de vrouwtjes kunnen straks rustig geboren worden. Ja, en intussen is het hier een komen en gaan. Franse veldwesp, heel duidelijk herkenbaar aan die oranje tentakels. Lijkt een beetje op de limonadewesp uit je tuin, maar deze is heel vredelievend. En een zebraspin, fantastisch beestje. Hele mooie tekening, minuscuul klein spinnetje, die zijn prooi bespringt. Die vaak veel groter is dan dat hij zelf is. En het mooie vind ik aan het beestje is dat hij komt hiervoor in Nederland, maar ook op 7000 meter hoogte in de Himalaya. Hij heeft 8 ogen op zijn kop en kan gewoon 360 graden om zich heen kijken. Dit is natuurlijk een hele grote bijenkast. Maar deze kun je natuurlijk in een kleinere variant gewoon in je eigen achtertuin zetten. Ja, dan is het de kwestie van wat bloeiende planten daaromheen en rustig op een stoel gaan zitten. Ja, en dan ontluikt daar een fantastisch mooi natuurspectakel. En ik beloof je, dat is urenlang plezier. Ja, zo'n idee. Het is een los onderdeel. Schepnet. Nou, ik dacht het niet, Bert. Wow, je kunt eerst bukken dit ding. Zeker. Wow. Ik ga het even beschaafd doen. Zo, beter. Oh, ze hebben niet zo diep. En nu? Wat ligt hier allemaal op de bodem? Keien. Heb je wel eens fietsers bekogeld met algen? Dat heb ik nog niet gedaan. Zal ik dat een keer doen? Kun je nou mooi doen. Dat vind ik wel leuk, daar komt er net een aan zo. Echt niet? Het is algen, dat moet eruit. Pat. Zo. Heb je al iets? Ja, ik heb al wel wat. Ben benieuwd.
Maar die alg kan je net zo op de kant gooien, toch? Dan... Ja. Hé, visjes. Ja, zitten wat visjes in. Wat is dat? En wansen. Duikerwansjes. En dit. Dat kunt ook dadelijk in de bak gooien. Oh ja, doen we in de bak. Maar dat zie je niet zo. Ja. Ben benieuwd. Komt er iets? Ja. Je houdt het spannend. Oké. Zie, daar heb je hem. Wat is dat? Dat is een duikerwans. Dat ziet eruit als een gigantische teek. Je hebt er nog één. Een duikerwans. Duikerwansen. Op de kop. Hier, dit zijn hafjes. Hafjes. Eendagsvliegjes. Allemaal watermijten. Ja. Hier, dit is... Dit is een schaatsrijder. Dat is een grote schaatsrijder. Wauw. Aquarius paludum. En je ziet, dit zijn eigenlijk, ik weet niet wat het is, dit zijn geen stekelbaasjes. Vormtjes? Dit zijn meer, meer brazempjes. Brazempjes? Ja. Kijk, hier, en muggenlarven. Oh ja. Zijn witte muggenlarven. Maar het is eigenlijk boven verwachting dat een beek die pas een half jaar weer stroomt, ja. Dat daar nu al zoveel leven in zit. Ja, ja. Wauw. Ja. Nou, dit zijn dus dieren van, allemaal van dit jaar. Hè. Mm-hmm. Die jonge visjes zijn van dit jaar. Die wansjes, zijn sigara's, zijn dat. Ja. Ja, en Gerrits, dat is een mooie schaatsrijder, mooie grote. Ja. Dan krijg je toch weer een soort nieuwe biotoop in de stad, hè? Ja, zeker. Want je krijgt zeker. Eerst insecten, ja. En dan krijg je grotere beesten, ja. En dan ja. Krijg je vissen, ja. En dan krijg je weer vogels. Zeker, alles vult elkaar aan. Ja. Ja. Nou, zei jij dat deze beek genoemd was naar Johannes de Doper, hè? Ja. Dus het lijkt mij wel even een mooi moment om toch ook even zo goed gedaan, Bert. Zo. Rondom het centrum van Arnhem, daar lopen de Jans Buiten en de Jans Binnensingel. En daar middenin, daar ligt een parkje met wat water. Het Musespark, bij het Musesacrum. En dat is wonderbaarlijk, maar er zijn heel veel vogels die dit uitkiezen als hun leefgebied. En een van de soorten die hier, nou ja, je kan wel zeggen, massaal zit, dat zijn deze grauwe ganzen. Eigenlijk heel bijzonder, want grauwe ganzen waren nog niet zo lang, enkele tientallen jaren geleden, nog stikzeldzaam in Nederland. Is zelfs heel lang uitgestorven geweest als broedvogel. Maar hij is helemaal terug. En ook hier. Ja, dan zou je denken, het zijn gewoon tamme vogels. Maar we weten dat dat niet zo is. Want een aantal van die ganzen die hebben van die groene halsbanden om met een code. En dat is gedaan door onderzoekers om te onderzoeken waar ze vandaan komen en vooral waar ze naartoe gaan. En daardoor weten we dat er onder andere ganzen die hier in Arnhem geboren zijn, wegtrekken naar België, maar zelfs helemaal naar Spanje. Dus het zijn ja, wilde vogels, maar een beetje tam. En ze gaan er vandoor. Bewoners hier, hè? Oké, kom verder. Zo. Ja, het zijn hier, een boel kastjes, hè? Ja. Hier aan de voorkant 9 nestkasten voor gierzwaluwen. 2 kasten voor huismussen. En aan de zijgevel, dat zijn allemaal openingen waar ook nog nestkasten achter zitten. En dan heb ik aan de achterkant nog een keer zo'n rijtje van 9. Dus in totaal 33 nestkasten voor gierzwaluwen. Dit doe je allemaal uit liefde voor die gierzwaluw. Dat is toch fantastisch? Ja, dat is wel echt een vogeltje waar ik wel echt een passie voor heb. Zeg. Hey, en waarom nou 2 en 9? En waarom niet 7 en 3? Die nummer 2 en 3, dat waren eigenlijk mijn eerste kastjes. En toen heb ik later heb ik pas nummer 9 zeg maar daarbij gehangen, wat nu nummer 9 is. En die is toen bezet geraakt. Dus toen waren 2 en dat waren toen eigenlijk 1, 2 en 3. Dus toen waren 1 en 3 bezet. Maar nu heb ik afgelopen najaar heb ik daar dus die tussenin gehangen. Dus nu is het nummering 1 tot met 9 geworden. Dus waar ze voorheen in 1 zaten, zitten ze nu eigenlijk in 2.
En waar ze in 3 zaten, zitten ze nu in 9. Dus, ja. Het is een hele organisatie, hoor. Ja, bij de toerenluurs van. Ja. Ja, je hoort ze nu ook. Nee, wat gaaf zeg. Die, als ze zo zitten te roepen in kast 9 daar, dan komen die misschien ook zo meteen nog wel naar buiten. Dan, als ze dat doen, die volgen heel vaak dezelfde route. Dus als die uitkomen, dan vliegen ze deze kant op, gaan ze die kant op. Dus als er nu eentje uit zou vliegen, dan zou die eigenlijk recht over ons hoofd heen komen vliegen. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn, maar dat kun je niet zo goed voorspellen. Dus. Dat kan, hè, zo midden in de woonwijk. Ik vind het wel wat, hoor. Ja, dit zijn eigenlijk juist... gierzwaluwen zijn echt van die vogels die juist in de bebouwde kom zitten, zeg maar. Dit zijn van oorsprong eigenlijk rotsvogels. Dus ze zien in huizen en flats en dat soort dingen, zien ze eigenlijk een soort rotsen waar ze dan gaten in vinden waar ze in kunnen nestelen. En kunnen we ook in die kasten kijken? Binnen via de cameraatjes kunnen we alles zien. Dus hier van buitenaf zie je er niet zo heel veel van. Maar binnen kan ik alles mooi volgen, ja. Nou, hij is gaan zitten. Icarusblauwtje. Prachtig mooi beestje, daar vliegt hij weer. En die zitten hier omdat het een heel bloemrijk terrein is. Daar ben ik hem kwijt, daar. Met heel veel verschillende soorten klavers. En leeuwentand. En daar drinken ze van al die bloemetjes. Vooral van al die soorten klavers. Hij zit nu volgens mij is dat kleine klaver. En daarnaast die iets grotere gele, dat is rolklaver. En daar gaat het uiteindelijk om. Want wat hier rondvliegt, die icarusblauwtjes, dat zijn veel mannetjes. Op zoek naar vrouwtjes. En als die eenmaal gepaard hebben, dan vliegt hij weer weg. Dan gaan ze eitjes leggen, vooral op die gewone rolklaver. Eitjes leggen ze bij of op het plantje. Er komen dan mini-rupsjes uit en die zijn zo klein dat ze zich in het blad wegvreten. Dus niet op het blad, maar erin. Dus als het ware tussen die laagjes verschillende soort weefsel. En uiteindelijk worden ze groter, past dat niet meer. Dan leven ze gewoon op het blad en dan vreten ze gewoon dat hele blaadje op. En uiteindelijk verpoppen ze zich en wordt het weer een vlindertje. Een wonderlijk samenspel van rolklaver en icarusblauwtjes. En je ziet meteen wat zo'n bloemrijk terreintje aan de rand van de stad doet. Het zit vol met icarusblauwtjes, want het is niet alleen deze. Ik weet niet hoeveel er vliegen, maar volop. Erg leuk. Ja, hier kan ik dus alles zien wat er gebeurt. Ze zijn nu net weggevlogen, dus nu is er live even niets bijzonders te zien. Nou ja, niets bijzonders. Ik kan hier live, daar zijn nu de eerste eitjes gelegd. Dus dat kan ik dan wel zo zichtbaar maken. Dan zie je hier in kast 2 dat... Dat is het eerste eitje, die is vanochtend gelegd. En in kast 9 leg je hier 2 eitjes op het nestje, dat is vanochtend het tweede eitje gelegd. Geweldig, zeg. Eergisteren zit je het eerste elke minuut te kijken ook dan? Ja, wel heel regelmatig. Ik moet ook gewoon werken, dus op mijn werk zie ik niet wat er hier gebeurt. Maar daar zouden ook wel trucjes zijn om dat allemaal te doen, maar dan zou ik op mijn werk de hele dag achter de computer zitten. Dat is ook niet de bedoeling. En hoe is de verdeling tussen man en vrouw? Zijn ze allebei druk met het nestje? Ja, ze bouwen allebei aan het nestje. Dat is ook al weer een verhaal apart. Want die gierzwaluwen die doen dus alles vliegend. Dus eigenlijk het enige wat ze hier doen is nestelen. Dat is het enige waarbij ze vaste grond onder de voeten hebben, zeg maar. En de rest gebeurt allemaal vliegend. Eten, slapen, alles, hè? Ja, en dus ook het nestmateriaal moeten ze vliegend verzamelen. Wat je hier ziet is best al veel, omdat ik ze een beetje op weg heb geholpen. Ik heb daar wat spul ingelegd. Maar ze zijn nu al een paar keer ook naar binnen gekomen met zelf verzameld materiaal. Dus dan vliegen ze hier in de buurt rond. En als het dan goed waait bijvoorbeeld, dan vliegen er allemaal veertjes uit bijvoorbeeld het dierenweidje wat hier dichtbij ligt. Er lopen kippen en zo. Nou, die veertjes die vliegen omhoog en die grijpen ze dan uit de lucht. En die nemen ze mee hierheen. En dat hebben ze hier allemaal in zo'n ringvorm geplakt. Dat doen ze met speeksel. Dat speeksel dat droogt op en dan wordt het hard. Dus ze kunnen daar mee lijmen, zeg maar. En ze hebben kilometers al afgelegd, want ze komen nu uit Afrika. Ja, deze die hebben ongeveer 7.500 kilometer gevlogen om hier te komen. En dat is een flinke afstand. Maar als je bedenkt dat ze dus in Afrika zelf dag en nacht aan het vliegen zijn geweest, ja, dan is die 7.500 kilometer een eitje. Dat is echt geen extra moeite voor gierzwaluwen die... Die vliegen al duizenden kilometers als ze in Afrika zijn. Dus dat, En dit koppeltje, hè? Blijft dat dan bij elkaar? Niet op trek, zeg maar. Dus in Afrika vliegen ze niet samen. Ze vertrekken ook op verschillende momenten. Dus ze zien elkaar hier in de nestkast, maar daarbuiten eigenlijk niet. Maar als er nou met een van de twee wat gebeurt, wat dan? Dan wacht dan merkt eentje de ander van de twee dus hier? Eigenlijk, dan merkt de ander dus dat niet. En die komt hier dan aan. En die komt als eerste aan en die gaat wachten tot zijn partner terugkomt.
En als dat niet gebeurt, ja, ik weet niet precies hoe lang ze wachten, maar ik denk dat na een weekje of zo dat ze toch wel dat het een beetje begint te kriebelen. En dan gaan ze op zoek naar een nieuwe partner. Best wel dus dramatisch die, eigenlijk. En dan ja, hopen dat als je als de weer partner zeg maar vertraagd is, zou kunnen, dat hij gewoon vertraagd is, dan komt hij later. En als dan een nieuwe partner is aangetrokken, ja, dan wordt het vechten. Want dan wordt het echt, dan gaat het heel heftig. Ze kunnen, wat dat betreft, zijn het niet echt lieve vogeltjes. Ze kunnen echt heel heftig vechten. Dat kan echt uren duren. Hé, maar dit zijn in principe dus bekenden van jou. Zo ja, dat wil ik kunnen zeggen. Deze zijn er vorig jaar ook geweest en het jaar daarvoor ook. Dus ja, gaaf, die blijven terugkomen. Dat is een soort, hij wordt ook wel in tuinen gekweekt, maar het groeit echt alleen op hele oude muren. Ja. Ja. De muur moet minimaal 50 jaar oud zijn voordat hij erop groeit. Oké. Ja. Mooi zeg. Maar het is zeldzaam hoor, dit spul. Mooi geel bloempje hè? Ja. Wil je hem even kijken? Ja, wil ik wel even zien. Meestal staan die wat hoger en dan zie je ze nooit van dichtbij eigenlijk. Kijk, het is maar een heel klein plekje eigenlijk, hè? Als je dit spul ziet, waar die uit de muur komt, is maar zo'n gaatje. En dan komt zo'n hele grote plant komt eruit. Zie je dat? Ja. Deze planten doen het vooral goed op die voegen van zo'n eeuwenoude muur. Hè? Want deze muur is uit 1325, hè? Dus dat is er nog wel heel eind geleden. Ja, dat is heel oud. Ja. Of die planten er toen al stonden, weet ik niet. Maar zo langzamerhand als zo'n muur gaat dan verweren, dan komen die planten erop. Dan komen ideale kiemplek voor tal van muurplanten. Ja. En waarom doen ze het nou eigenlijk zo goed op die muur? Los van dan die voegen? Nou, het is een oude muur is natuurlijk, het staat in de schaduw, is vochtig, een oude muur. En er zitten dus die gaten in en daarom doen ze dus. En dit zijn planten die groeien alleen op muren, alleen op stenig substraat. Verder nergens op. En hebben ze eigenlijk heel weinig nodig? Dan hebben ze heel weinig nodig. Ja. Kalk hebben ze nodig natuurlijk, nou, dat zit in die muur. Gaten hebben ze nodig en wat vocht. En meer eisen stellen ze niet. Zo'n vrij gezicht, hè? Ja, heel mooi. Een postduif. Ooit vloog hij mee met de duivenreizers. Maar deze doet het niet meer zo goed. Zo'n wilde voorouder is de rotsduif. En daarom vinden de stadsduiven, of wilde de rotsduiven in de stad ook vaak leuk, want het is gewoon een groot rotscomplex. Ik denk dat deze niet heel goed meer vliegt, maar als die nog gaat vliegen, dan is dat een heel goed maaltje voor de slechtvalk. En als ik opsta hier achter me, op de toren, daar zit hij. Het heeft even geduurd voordat ik hem zag. Ik stond aan de verkeerde kant van de kerk. Maar hij zit er echt. De slechtvalk van Zutphen. En die hebben hier gebroed. Even kijken, het is een volwassen beest. Mooie witte borst, zwarte baasstreep, achter zijn witte vlek. Loeien van beesten, tot een meter groot. Dus het is geen klein valkje, maar echt een gigantische valk. Ooit ontzettend zeldzaam. En nu zijn ze weer helemaal terug van weg geweest. En daarboven, daar zit er gewoon, ja, het jong. Ik dacht dat hij helemaal foetsie was, want dat beest is al weken geleden uitgevlogen. Maar hij zit er dus nog. Veel bruiner. Inmiddels hebben we in Nederland meer dan, ik denk zo'n 150, 160, misschien 170 broedparen. Maar dat waren er nog niet zo lang geleden gewoon nul. Ik geloof rond 1990 kwam de eerste slechtvalk terug in Nederland. En daarvoor was het echt, één keer op de Veluwe, één keer ergens op de Wadden. En daarvoor moeten we heel lang terug voordat het een normale broedvogel was. En deze hebben we terug vanuit Duitsland. Daar zijn ze sterk een aantal toegenomen nadat er een verbod kwam op DDT. Een van de gifstoffen die ze vroeg gebruikten in de landbouw. Daar hadden slechtvalken, net zoals alle andere roofvogels, heel erg veel last van. En het zijn slechtvalken afkomstig uit Duitsland. Daar broeden ze vaak op rotspartijen, op kliffen. Maar ze hebben geleerd dat de stad ook gewoon één grote rotspartij is. En steeds meer steden hebben nu op hun kerk of op hun tv-toren of op hun verbrandingsinstallatie, als er maar iets hoogs is,
een plek gevonden om op te broeden. En daar vliegt de eerste weg. Oh, en de tweede ook. Nou, leuk. Ik ga eens kijken of we de toren kunnen beklimmen. En kijken of we nog wat prooiresten kunnen vinden. En kijken waar die nou eigenlijk echt broedt. Op naar de toren. Zie je nog wat? Oh, daar. Hier groeit wel wat. De muurvaren. Deze muur zit ook weer helemaal vol, hè? Groeit hier van alles op. Heel veel mosjes zie ik wel. Je ziet hier mossen en je ziet korstmossen. En daar staat bijvoorbeeld ook nog een vlinderstruik. Dat is zo'n struikje wat iedereen of een heleboel mensen in de tuin neerzet om de vlinders te lokken. En dat is een soort die verwildert heel makkelijk. Je ziet hem op industrieterreinen, zie je hem heel veel. En op dit soort kadermuren, daar zie je hem ook nog wel eens. Er staan hier verscheidene. En dit is een, dat noemen ze het dooiermos. Een soort korstmos. Een korstmos is een combinatie van een schimmel en een alg. En verschillende soorten bladmossen groeien erop. Maar muurplanten is ook wel echt bijzonder in die zin dat ze gebruik maken van de omgeving en er super taai zijn. Ja, en het zijn vaak planten die dus in zuidelijke landen in de rotsen groeien. En die hebben in Nederland hebben ze dus eigenlijk een soort niche gevonden. Die groeien dus hier op muren, niet de rotsen. Rotsen hebben wij niet. De muren zijn de rotsen eigenlijk van Nederland. En daar hebben die planten dus een niche gevonden. Het is net een kunstwerk zo, hè, vind je? Ja, het is heel mooi. Ja. Wauw, dit is mooi. De nestkast. En hier zijn restjes van zijn laatste maaltijd. Hier zit het bloed nog aan. Oh, dit is de plek waar hij straks zat. Hieronder zat een van de twee volwassenen en hier zat de jongen. Dus ik stond daar beneden ergens. Ja, en als je hier staat, dan snap je waarom je hier zit. Fantastisch uitzicht. Mooie, hoge, rustige plek. Alsof het een bergwand is. En wat je in die oude binnensteden heel veel hebt, dat zijn die postduiven. Net hadden we een zielige. Maar je ziet ze hier ook af en toe door de lucht en vliegen gewoon volwassenen. Oh, die slechtvalken die vliegen hier ook nog rond. En je hoort ze ook de hele tijd. Wek, 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 wek. Blijkbaar vinden ze het niet zo leuk dat wij hier staan. Maar het jong vliegt. Want anders zou ik hier niet naartoe gekomen zijn. Maar die postduiven, die eten ze. En dan heb ik ook begrepen dat de koster van de Walburgkerk, waar we nou bovenop staan, op de toren ervan, dat hij er wel blij mee is, want hij heeft nu al veel minder last van al die vervelende stadsduiven. Nou, je kan je voorstellen, die toren was eerst een ideale plek voor al die duiven om in te broeden. Terwijl nu is dat levensgevaarlijk. Het is alsof je in de hol van de leeuw begeeft. En als je hier naartoe gaat, dan eindig je als dit. En dit is echt typisch slechtvalk. Die twee vleugeltjes nog aan elkaar, vaak een stukje van de borstkast en vaak zitten de pootjes nog aan. Nou, dit is een makkelijke. Dat is namelijk een postduif met zo'n plastic postduivenringetje. En wat hiernaast ligt, wat hij vandaag heeft gegeten, dat is iets anders, maar ik denk ook gewoon een duif. Ja, dat moet ook gewoon een duif zijn. En dat is in heel veel steden het voornaamste wat ze eten, duiven. Maar ik kan me voorstellen, hier in de winter, dan heb je hier de IJsseluiterwaarden achter met heel veel eenden. In de herfst met steltlopers. Dan is het net zo makkelijk om hier even, nou wat is het, 100, 150 meter naar beneden te vliegen. En dan zit je langs de IJssel en dan is het dan ideaal steltlopertjes en eenden vangen. Dus het is gewoon wat de stad biedt of wat de omgeving van de stad biedt, dat vreten ze. Maar in dit geval is duidelijk duif het belangrijkste voedsel. Er ligt nog een ringetje in de kast, mooi oranje ringetje. En hier zitten de slechtvalken. Wil je alles weten van onze prachtige natuur in Gelderland? Ga dan naar ons buitengewoon platform, buitengewoon.nl. Hier vind je het laatste nieuws en de mooiste foto's en video's uit de Gelderse natuur. Kijk mee met onze unieke livestreams of ga op pad met onze buitengewone natuurwandeling. Buitengewoon.nl